Bad boys, bad boys. Dit is gewoon een ordinaire kopstoot. Bad boys in het voetballen. We smullen er allemaal van. Van boeken tot documentaires. De meest bizarre verhalen komen voorbij. So why are you acting like a bloody fool if you get hot? In Noord-Holland hebben we ook zo'n bad boy gehad. Ja, want daar is de trappende beweging. Hij werd betrapt op het gebruik van cocaïne. Johan Pater is door de KNVB voor 18 wedstrijden geschorst, waarvan 12 voorwaardelijk. Was een aantal dagen spoorloos verdwenen in zijn Telstar-tijd. Johan Pater is niet meer welkom bij Stormvogels Telstar. En is nog steeds razend populair bij de supporters. We hebben het over Johan Pater. Het hakballetjes van Johan Pater. Hij is al een aantal jaren gestopt met voetballen. Inmiddels is hij werkzaam in de bouw. En wij maken een serie over deze bad boy. Spits Johan Pater is zoek. Wij in de auto naar Velsen Zuid, naar Sportpark Schoneberg, op zoek naar Johan Pater. Johan! Johan Pater was gisteren niet op de training van Stormvogels Telstar. Waar we ook zochten, de blonde spits was nergens te vinden. Weet u ook waar Johan Pater is? Geen flauw idee. Het vermoeden was dat hij stage liep bij het Engelse Stoke City, dat op dit moment de nummer 4 is in het championship. Maar zelfs trainer Luc Nijholt weet daar niets van af. Ja, dat weet ik niet. Ik heb het ook vernomen via het geruchtencircuit. En de voetbalwereld is niet zo groot. Dus ons bereiken ook die geluiden. Bij Telstar weten ze dus van niets. Ondertussen bellen wij in de studio Johan Pater. En tot onze verbazing neemt hij gewoon op. Ja, ik was op stage in Engeland geweest. Toen kwam ik terug en toen hoorde ik dat ik zoek was geweest. Dus. Pater was inderdaad in Engeland bij Stoke City. Via zijn vriendin heeft hij technisch manager Kees Glas op de hoogte gesteld van een stage bij Stoke City. Ja, ik speelde die tijd gewoon heel weinig bij Telstar en ik kreeg toen die kans. Ja, toen heb ik mijn vriendin in die tijd. Die Kees Glas, ik vond het zelf kloot om te gaan zeggen. Weet je. Ik denk, je mag toch niet gaan, weet je wel. Dus ik denk, ik ga gewoon. Laat ik haar gewoon bellen. Dan ben ik al weg, ja toch? Dus ik ben gewoon gegaan. Ik kreeg op een gegeven moment het idee van, nou ja, het wordt eigenlijk toch ook niks hier. En ik zat er in een hotel ergens heel ver weg gestopt. En ik spreek hier niet goed Engels. En ik kan over praten met mensen. Een beetje gekkigheid. Op de main stage, huppakee. Ik had echt helemaal niks te doen en het was één keer trainen. Je trainde anderhalf uurtje en de rest van de hele dag wist ik helemaal niet hoe ik dat in moest vullen. Er was niemand om mij niks mee te doen. Ik was doodongelukkig, joh. Ik denk, ik moet hier ook weer weg. Dus ik heb weer een ticket geboekt. Maar ik durfde het ook niet tegen die man te zeggen die dat voor mij had geregeld, weet je wel. Dus toen heb ik gewoon wat kleding achtergelaten in het hotel daar. Want ik had ook trouwens een telefoonrekening, een hele dikke, die heb ik ook gewoon laten liggen. Ik had gewoon naar huis zitten bellen de hele tijd, maar dat kostte hartstikke veel geld, weet je. Maar ik had dat geld niet. Ik heb mijn kleren gewoon daar laten liggen, want er komen van die kamermeisjes natuurlijk. Dus die denken van, een tas laten staan, weet ik het allemaal wat. Dan denk ik, die komen dan weer terug, maar ondertussen zat ik al lang in het vliegtuig weer naar huis, weet je. Zaakwaarnemer, die belde mij ook nog een keer op en die zei, ja, waar ben je? Ik zeg, oh ja, ik loop in de stad, weet je wel. Maar ik liep op een vliegveld en hoorde hij af en toe zo'n omroeper, weet je wel. Dus als hij begon te praten, deed ik gewoon die telefoon uit, weet je wel. En toen op een gegeven moment was ik al thuis in Barneveld bij de snackbar. Toen was hij er, waar ben je niet meer in? Toen was dat ook een hele hoop ellende, ja. Maar ja, ik vond het kloot om te zeggen, van ik ga er weer van tussen, weet je wel. Ik had ook net zo goed wel kunnen zeggen, maar ja, dat vind ik te kut. En dan doe ik dat niet en dan ga ik een hele rare cabriolen uithalen om weer thuis te komen. Je bent er gewoon gepeerd. Ja, gewoon gepeerd. Stoke City wacht nog steeds op. Ja, Stoke City die zit nog steeds te wachten op die goals van Pater. Maar die zullen wel niet meer komen, denk ik, voorlopig. Bad boys, what you gonna do?